Sinds 1901 worden er ieder jaar Nobelprijzen uitgereikt. Voor de natuurkunde, scheikunde, de geneeskunde, literatuur en voor de vrede. Deze zeer prestigieuze prijs gaat samen met een geldbedrag van bijna 1 miljoen euro. En die wordt betaald uit de erfenis van de Zweedse industrieel Alfred Nobel, uitvinder van dynamiet. Nederland doet het niet slecht en heeft al ruim 20 winnaars voortgebracht. De eerste waren van het Hof, Lorenz, Zeeman, van de Waals. En de laatste, het Hoofd en Veldman in 1999 en in 2016 Veringa. Sinds 1969 is er ook een officieuze Nobelprijs voor de economie, ingesteld door de Zweedse Nationale Bank. Het was ook meteen een Nederlands succes met Jan Timbergen als gedeelde winnaar. Maar de held van deze video. Is Chalin Koopmans. Hij deelde de prijs in 1975 met Leonid Kantorovic. In deze video leer je over het onderwerp waarvoor Koopmans zijn prijs ontving, en dat is lineair programmeren. Economie wordt vaak de studie van de schaarste genoemd. Bronnen zoals grondstoffen en arbeid voor productie van goederen en diensten zijn beperkt. En men zegt ook wel schaars. En economie houdt zich bezig met de optimale inzet van die bronnen. Lineair programmeren is een eenvoudig lineair model hiervoor. We leggen uit wat dit is aan de hand van een voorbeeld. Stel je hebt een dronefabriekje. Je medewerkers kunnen twee type drones bouwen: type X en type Y. Komend jaar kunnen je medewerkers maximaal 80 van het type X bouwen. De grondstoffen voor type X kosten 100 euro per drone. Van de type I kan men er maximaal 150 bouwen voor 50 euro per stuk. Van het type I moet men er minstens 50 bouwen, want daarvoor zijn de onderdelen al besteld. Je startkapitaal is 12.000 euro. We schrijven deze info wiskundig op. x is het aantal te bouwen drones van type X en y het aantal van type I. Dan is x dus niet groter dan 80 en y zit tussen de 50 en 150. De totale productiekosten zijn 100 keer x plus 50 keer y. Deze moeten niet groter worden dan het startkapitaal van 12.000 euro. We hebben drie ongelijkheden en die bepalen samen de speelruimte. Die kunnen we weergeven in een assenstelsel. De ongelijkheid x is niet groter dan 80, beperkt die speelruimte tot dit lichtblauwe gebied. Dat i tussen de 50 en 150 zit beperkt het gebied verder tot. Dit is een rode rechthoek. En 150x plus 50i is 12.000 is een lijn. Het gebied dat bij de ongelijkheid hoort, ligt daaronder, want bijvoorbeeld 0,0 voldoet eraan. De doorsnede van deze blauwe, rode en gele gebieden is de groene vijfhoek. Op type x kun je 30 euro per stuk winst maken bij de verkoop en op type I 20 euro. Gesteld dat je alle drones die je maakt weet te verkopen. Wat is dan de hoeveelheid X en de hoeveelheid I die je moet maken om maximale winst te hebben? Dat is de vraag. Een formule voor de totale winst is 30 keer X plus 20 keer I. We kunnen een driedimensionale grafiek maken voor deze winst. Bij iedere keuze van X en I, bijvoorbeeld 40 en 70, hoort een winst die je berekent met de formule. Hier is dat, dus dan 30 keer 40 plus 20 keer 70 is 2600. Een ander voorbeeldje. 0 drones van type X en 110 van type Y geeft een winst van 2200 euro. Zo kun je voor iedere keuze de winst uitrekenen. En de bijbehorende punten, X, Y, W, die aan W is 30X plus 20Y voldoen, vormen samen een vlak. Je ziet dat alle punten boven het groene gebied een schuin vlakdeel vormen. De belangrijkste opmerking bij lineair programmeren is dat hieruit volgt dat de maximale winst ergens in de hoekpunten zit en niet ergens midden op het vlak. Het hoekpunt linksachter is 0,50. De winst daar is 30 keer 0 plus 20 keer 50 is 1000. Het hoekpunt rechtsachter is 0,150. Je berekent op dezelfde manier dat de winst dan 3000 is. Links voor zit ook een hoekpunt, 80,50, met een winst van 3400. Als we de winst in de overige hoekpunten willen berekenen, moeten we nog wat rekenen, want we weten pas één coördinaat, 80, iets, iets, 150. De andere coördinaat kun je uitrekenen met behulp van de vergelijking voor die diagonale lijn. Als je x is 80 substitueert, vind je met een beetje rekenen dat y ook 80 is. En als je i is 150, substitueert, vind je x is 45. Bij het punt 80,80 ,80 vind je een winst van 4000. Dat is nog meer dan wat we tot nu toe hadden. En tot slot, bij het punt 45,150 vind je een winst van 43,50 euro. En dat moet dus het maximum zijn. Verrassenderwijs is het dus beter zoveel mogelijk drones met die kleine winst te verkopen, dan zoveel mogelijk drones met de grootste winst. Charlin Koopman kreeg de Nobelprijs voor zijn werk waarin hij de zojuist gebruikte methode uitbreidde en stroomlijnde voor complexere situaties. Een terechte waardering voor een prachtige en zeer praktische toepassing van de wiskunde.